Maar deze kat is niet verkrijgbaar bij Action, maar deze Heedle dus wel. Hoi, leuk dat je kijkt naar een nieuwe video. Mijn naam is Elise en misschien ken je mij wel van mijn kanaal Elise Dingen. Vandaag heb ik een shoplog voor je. Meestal laat ik je een DIY zien, maar vandaag heb ik een shoplog met DIY spullen. En een aantal daarvan, die zijn al een beetje voor de kerst. Ik ben benieuwd, knutsel jij ook wel eens dingen voor de kerst? Zoals kerstkaartjes of misschien cadeautjes die je een beetje opleukt? Laat het me weten in de comments hier beneden. En dan ga ik je nu laten zien wat ik heb gekocht. Zoals je ziet heb ik een hele tas vol, dus ga er lekker voor zitten. Het allereerste wat ik je wil laten zien, dat is echt heel erg tof. Dat is namelijk deze Heedle. Deze kat is niet verkrijgbaar bij Action, maar deze Heedle dus wel. Eigenlijk is het een complete set, inclusief een Heedle. En wat je hiermee kunt doen is heat embossing. Nou, misschien denk je, wat is dat? Je kunt eigenlijk een heel tof effect creëren door bijvoorbeeld gouden glanzende letters te maken of stempels. In deze set heb je dus een Heedle. Dat is eigenlijk een soort mini föhn. Daarnaast heb je embossing ink pads. Die zijn doorzichtig, dus het geeft geen kleur af. Maar wat je daarmee kunt doen, is dat je je stempel daarin stempelt. Dan op papier doet, bijvoorbeeld. En dan met de glitters die erbij zitten er overheen gaat. En als je daar dan weer met die Heedle overheen gaat, dan krijgt het een heel tof glanzend effect. Daarnaast zit er ook nog een pen bij. Dus als je geen stempels hebt, maar je wil gewoon mooie letters schrijven en die dan goud of zilver maken, dan kun je dus die pen gebruiken. En deze complete set kost maar €9,95. Iets wat ik nooit kan laten liggen als ik bij Action ben, is washi tape. Eigenlijk kan ik dat überhaupt nooit laten liggen. Ik vind het gewoon heel erg leuk. Je kan er cadeautjes mee versieren. Je kan er kerstkaarten mee maken. Je kunt je bullet journal ermee versieren. Je kan er gewoon heel veel leuke dingen mee doen. En dit doosje was voor mij nieuw. Er zitten heel veel verschillende soorten in. Ook een aantal glittertapejes die weer heel leuk zijn voor de feestdagen. Maar ook bloemenpatronen. Ik zie een panterprintje, wat teksten, hartjes. En dan zitten ze ook nog in een handig bewaardoosje. Deze set kost €3,99. En om nog even in het washi thema te blijven. Ik heb hier drie hele toffe washi setjes voor kerst. Ik vind ze heel vrolijk. En stiekem werkt de verpakking ook wel heel erg mee. Die ziet er ook gewoon heel erg leuk uit. Elke verpakking heeft een beetje zijn eigen thema. Ik heb hier een soort gingerbread man verpakking. Met ook gingerbread cookie washi tapes. Dan heb ik hier een sneeuwpop. En deze heeft qua kleuren wel echt tapes die heel erg bij mij passen. Ik hou wel heel erg van verschillende kleuren. Daar word ik al heel vrolijk van. En hier is nog een kerstman met wat meer de traditionele kleuren. Donkergroen, rood en wat gouden details. Per zo'n doosje zijn deze washi tapejes €1,89. Dat is toch geen geld? Als ik ga knutselen en ik ga kaartjes maken, dan gebruik ik heel graag papierblokken. Dit grote papierblok vind ik dan weer heel erg fijn, omdat je hier ook hele leuke cadeaudoosjes mee kunt maken. En het is zo fijn dat het papier zo groot is, want dan heb je niet snel te weinig papier. Wat ik heel erg leuk vond, ik vond hem wel heel erg leuk met deze hertjes. En ook qua kleuren, ook heel geschikt voor de herfst. Maar ook leuk misschien voor een kerstkaartje. En zo zitten hier nog veel meer leuke patronen en kleuren in. Sommige die ook misschien wat vrolijker zijn. Lekkere theekopjes om lekker op te warmen met een kopje thee bijvoorbeeld. Deze veren zijn qua kleuren ook heel erg mooi voor het najaar. Maar persoonlijk vind ik een vel als deze ook heel erg leuk, omdat daar dan weer heel veel verschillende kleuren op zitten. En zo'n groot papierblok neem je voor €1,99 mee. Wat ik ook voor €1,99 meenam, zijn deze pakken met twinmarkers met een fijne punt. En de twinmarkers die heeft Action natuurlijk al langer. Ik vind ze zelf heel erg fijn. Ze zijn op alcoholbasis en op markerpapier kan je daar heel toffe tekeningen mee maken. En de kleuren ook leuk blenden. Maar nu hebben ze een brushpunt en dat vind ik zelf nog fijner, want dan kun je veel gedetailleerder mee tekenen. En je kan er leuke brushletters mee maken. Nou zag ik dat er 4 soorten waren, dus ja, dan neem ik ook 4 soorten mee. Dit is dus de blauwe met grijze variant. Dan heb ik hier nog een beetje roze en paars. Ook hele mooie kleuren. En ook weer heel erg leuk, die rood tinten hier. Voor bijvoorbeeld een kerstkaartje. Dan heb ik ook nog een variant met groen tinten. Hiermee zou je dan bijvoorbeeld weer een kerstboom kunnen maken. En deze tinten vind ik juist mooi nu het nog herfst is. Een beetje warme tinten, geel, oranje en bruin. Iets anders wat ik graag meeneem bij Action zijn de stickers. En dan met name deze embossed stickers. Hier zijn heel vaak weer andere varianten van. En nu waren ze een beetje winters.
En ja, gewoon geschikt voor het najaar. Ik vond ze heel erg leuk. Ik heb 4 verschillende soorten meegenomen. Deze heeft wat meer groen tinten en ook af en toe wat hout. Dan heb ik eentje, ja, die is wel echt heel erg leuk. Herfstig, een beetje een soort bosthema met bosdieren. Een das, een hertje, een konijntje. Dit soort stickers vind ik vooral heel erg leuk om in een bullet journal te gebruiken als je echt een themapagina maakt. Of wanneer je dus een kaartje maakt in een bepaald thema. Want die stickers die passen gewoon heel goed bij elkaar. Op één vel heb je heel veel stickers in hetzelfde thema of eenzelfde kleurenpalet. En dat werkt gewoon heel goed. Dan heb ik hier nog meer een beetje in diezelfde tinten, maar dan andere plaatjes of meer voorwerpen. Ik zie een cassetteband, naaimachine. Deze zijn gewoon heel lekker herfstig. En de laatste variant die ik heb meegenomen, die is iets minder herfstig, maar wel weer kleurrijk. Daar hou ik dan weer heel erg van. Met veel dieren, ook weer spulletjes voor in huis. Dit maakt me gewoon heel erg vrolijk. Deze pakjes met 2 stickervellen, die kosten 89 cent. Ik liet je net al een hele leuke set zien, maar ik heb nog iets tofs meegenomen. En dat is deze Heat Active Pen. Als ik het goed begrijp, kun je hier dus goudfolie op kaarten plakken. Of misschien op een cadeautje of op een houten hanger. En het lijkt me heel erg leuk om daarmee een beetje persoonlijke cadeautjes te maken. Met iemands naam erop of een tekeningetje te maken die bij die persoon past. Ik ben heel benieuwd hoe het werkt. Ik zie dat hij een soort USB-stekkertje heeft. Dus ik denk dat je hem in je computer kan stoppen. Hij schijnt in ieder geval in 1 minuut warm te zijn. Dus als je een leuk idee hebt, kun je vrijwel meteen aan de slag. En je scoort hem voor €2,99. Als je dan een cadeautje leuk versiert, dan is dit bakkerstaal heel erg leuk. Dit is rood met gouden details. En volgens mij heeft Action wel vaker verschillende setjes van dit touw. Maar ik vond deze heel erg geschikt voor de kerst om dan een cadeautje leuk in te pakken. Of misschien juist een brief extra mooi in te pakken. Als je er een cadeautje mee inpakt, dan kun je er bijvoorbeeld ook weer een gift tag aan hangen. Ik heb de rood met gouden variant. Er was ook nog een groen met goud variant. En deze neem je mee voor 56 cent. Zo net liet ik je al de twin markers zien. Maar ik heb ook deze paint markers meegenomen. Hier heb ik dan weer niet zoveel ervaring mee. Dus hier ben ik vooral heel benieuwd naar. Ik heb 2 setjes meegenomen die qua kleuren heel erg mooi zijn voor het najaar. Een beetje gezellige warme tinten. En in ieder doosje zitten ook nog 4 stuks die metallic zijn. Dus ik ben heel benieuwd hoe dat dan weer uitpakt op papier of misschien wel op hout. Want ik zie op de verpakking dat ze ook op hout gebruikt kunnen worden. Er zit acrylverf in deze stiften. Dus ja, de naam zegt het al. Het zijn paintmarkers, verfstiften. Ik ben heel benieuwd. Ik denk dat je hier wel een tof effen effect mee kunt krijgen op diverse ondergronden. En zo'n setje met paintmarkers, die neem je mee voor €3,95. Naast deze variant waren er ook nog wat andere kleuren. Ben je benieuwd? Check ze dan even in de winkel. Ik heb nog meer stickers meegenomen. En dit zijn chipboard stickers. Dat houdt in dat ze eigenlijk een beetje ja, van karton zijn. Ze zijn iets steviger, iets dikker. En deze zijn heel erg leuk in een winterthema met allerlei dieren, vos, een konijntje, een pinguïn die allemaal mutsjes en sjaaltjes op hebben. Ik vind dat gewoon heel gezellig en heel schattig. Deze is iets minder winters, maar wel heel leuk met een regenboog en met een camera en een hartje en een cupcake. En zo'n pakje chipboard stickers die kost 59 cent. Wat ik ook heel erg leuk vind is stempelen. Dit kun je ook weer heel goed in je bullet journal doen, maar ook bijvoorbeeld als je zelf inpakpapier wil maken, bijvoorbeeld van dat bruine craftpapier, dan neem je gewoon leuke stempels en die stempel je over dat hele papier heen. En dan heb je je eigen inpakpapier gemaakt. Ik heb 2 setjes stempels meegenomen. Dit zijn beide clear stamps. Hier kijk je dus doorheen. En hiervoor heb je een acrylblokje nodig. Daar kun je ook doorheen kijken. En dan kun je dus precies zien waar je je stempel plaatst. Super handig. Ik heb hier een variant met een sneeuwpop, een candy cane en een mooie krans met je verschillende winterse plaatjes. En ik heb hier nog een andere variant met lekkere warme chocolademelk en met kaneelstokjes en anijs. Deze setjes die neem je mee voor €1,89. Als je dan kerstkaarten hebt gemaakt of je hebt misschien leuke kaartjes ontvangen, dan kun je ze heel tof ophangen met deze kleine knijpers. Ze hebben verschillende kleuren, goud, zilver, rood en groen. En af en toe zit er een variant bij met glitters. Je hebt een doosje vol, dus volgens mij kan je hier best een tijdje mee vooruit. En zo'n doosje kost 79 cent. Wat ik heel erg leuk vind, is om een cadeautje voor iemand te maken. Het maakt het toch net even iets persoonlijker. En ik denk dat ik dat dit jaar ga doen met deze Wood Burning Pen. Ik heb hier nog niet eerder mee gewerkt, maar het lijkt me heel tof. Hiermee kun je namelijk graveren in hout. Je kunt er leuke patronen mee maken. Je kunt er tekst
teksten opschrijven. En ik zie ook verschillende puntjes erbij. Dus ik denk dat die ook weer diverse effecten gaan hebben. Deze kost maar €4,95. En ik heb er ook een aantal plakjes hout bij gekocht. Het lijkt me heel erg leuk om hier misschien een leuke onderzetter van te maken. En dit setje kost €1,39. Voor €1,39 nam ik dit papierblok mee. En wat ik hier heel fijn aan vind, is dat het formaat eigenlijk bijna dat van een kaartje is. Als je hier namelijk een vel van pakt en je vouwt hem dubbel, heb je het formaat van een kaartje. Dus het is de perfecte basis als je een kaartje naar iemand wil sturen of misschien een kerstkaart naar iemand wil sturen. Het papier ziet er ook al heel erg leuk uit. Je hebt hier bijvoorbeeld een patroon met luchtballonnen, maar ook wat ik heel erg leuk vind met katten. Of wat meer in een soort zeemerminnen thema. Hier eentje met verschillende paarse stippen waar ook weer glitter op zit. Sterretjes, die passen ook heel goed bij de feestdagen. En hier een soort, ja wat is het, honingraadpatroon. Met hele mooie verschillende kleuren. Iets wat ik zelf heel graag bij Action koop zijn de luxe papierblokken. Want die zijn er ieder seizoen weer in een andere stijl, in andere kleurencombinaties. En nu zag ik een kerstvariant daarvan. Ja, die kon ik natuurlijk niet laten liggen. Wat ik hier zo leuk aan vind, is dat er een variatie in zit van die-cuts. Dat zijn plaatjes die al voorgestanst zijn, dus die kan je er gewoon uitdrukken. Daar heb je geen schaar voor nodig. Ja, zoals je ziet zijn ze heel kerstig. Maar er zitten ook leuke felle patroonpapier in. Zoals bijvoorbeeld deze zilveren glitters, maar ook stipjes. Ook zit er dit patroonvel in met candy canes erop. En achterin heb je nog veel meer vellen waar ook weer die leuke die cuts in zitten. Er zitten ook nog vellen in. Daar staan er weer teksten op. Even kijken of ik er eentje kan vinden voor je. Ja, hier achterin. En net als het glitterpapier zijn deze details in het zilver. Zo'n blok die neem je mee voor €1,59. Als laatste zag ik iets wat ik nog niet eerder had gezien, maar wat me super leuk lijkt en wat ongeveer de makkelijkste DIY is die ik me kan bedenken. Dat zijn namelijk deze setjes om je eigen kerstdorp mee te maken. Volgens mij zijn er 6 varianten in totaal. Ik heb er 3 meegenomen. Deze vond ik het leukst. Met name omdat hier een foodtruck op stond. Dat vond ik wel heel leuk. Hier zie ik heel veel mensen, gewoon gezellig met elkaar. Wat huisjes, cadeautjes, een meisje met een hond. En als laatste vond ik gewoon heel gezellig. Zo'n leuk gebouwtje met ook weer een kerstboom daarbij. En dit zijn dus allemaal plaatjes op hout. En die kun je in elkaar steken. En dan heb je gewoon heel makkelijk zelf een kerstdorp gemaakt. Per setje van dit kerstdorp betaal je €1,49. Dan waren dit de knutselspullen die ik heb gekocht. En ik moet zeggen, mijn favoriet zijn denk ik toch die kerstwashi-tapejes. Ik vind ze zo ontzettend schattig. Maar ik ben ook benieuwd, wat is jouw favoriet? Ga jij knutselen met de kerstdagen? En ga je dan ook iets van deze spullen gebruiken? Laat het me weten. Ik ben heel erg benieuwd. Mocht je nou meer van mij willen zien, je kunt me volgen op Elise Dingen. Dat is mijn eigen YouTube kanaal. En ook op Instagram kun je me vinden als Elise Dingen. Voor nu wil ik je heel erg bedanken voor het kijken. Vond je het een leuke video? Geef hem dan een duim omhoog. En vergeet je niet te abonneren op dit kanaal als je nog meer leuke action video's wil zien. Hopelijk tot de volgende video. Doei!